Een frontale botsing tussen een personenauto en een bus op de Avebakkaweg heeft gisteren aan 3 mensen het leven gekost. De aanrijding vond plaats ter hoogte van mast 35. De brandweer moest eraan te pas komen om de beknelde inzittenden te bevrijden. 2 personen overleden ter plekke en de derde, die zwaar gewond was, overleed in het ziekenhuis. Ook in het district Nikeri is er een verkeersdode genoteerd. Bij een aanrijding tussen een tractor en een pick-up kwam de 28-jarige tractorbestuurder Dirin Bajan om het leven. Het aantal verkeersdoden is hiermee gestegen naar 56. Opmerkelijk is dat er in de verkeersveiligheidsmaand al 10 verkeersdoden zijn geregistreerd. De verkeersveiligheidsmaand loopt tot en met 15 september.